Vandaag gaan we de originele courbouchon maken. De echte courbouchon. Dus dat betekent eerst een blanke roux. Nou, blanke roux met melk, roomboter, tafelbloem, fijne peper. Want de peper moet fijn erin komen. Dus geen grove, gewoon fijn gemalen peper. En zeezout. Zeezout die lossen we op in de warme melk. Dus daar zie je geen grote stukjes van. We gaan eerst de boter in blokjes snijden. Gaan we licht verwarmen. 600 gram boter, 600 gram bloem. Daar doen we altijd 4 liter melk tegenaan. Het is niet altijd hetzelfde. Dus je moet, ik doe altijd eerst even de roux maken. En dan ga ik de melk toevoegen. In porties. Gewoon koud. Soms zeg ik van joh, 3 is goed. Maar soms zeg ik 4 is goed. Dat is altijd wel weer... zelf een beetje aftasten wat je zelf een mooie verhouding vindt. Bechamel moet wel een beetje stroperig zijn voor de courbouchon. We mogen het niet laten bruneren, want dan krijg je donkere roux en die willen we niet. We willen blanke roux hebben. We voegen de bloem toe, laten we mengen. Gaan we even doorbakken op een lage temperatuur, dat wel die bloemsmaak eruit gaat. Als je gelijk doorgaat zonder door te bakken, dan krijg je bloemsmaak in je roux. Dat moeten we niet hebben. We willen een lekkere roux. Nu kan ik dadelijk kan ik het melk toevoegen. Het melk doe ik wel in de verdeling. Ik doe eerst een liter erbij. Dan in één keer erbij. Roeren. Rustig. Zodat alles opneemt. Dus het moet weer één geheel worden. Goed over de bodem. Korreltjes eruit. Eén geheel. Weer even laten pruttelen. Dan weer 1 liter. En zo ga je door tot je gewenste dikte is. Nu doe ik gelijk peperzout erbij, die we afgewogen hebben. De helft zout erbij, dat is 10 gram per kilo, niet alles. Probeer niet aan te laten bakken, wachten tot die kookt. Dan gelijk even een andere pan doen. Anders, als je dat niet doet, dan gaat het aanbaksel in de roux zitten, dat willen we niet. In mijn bak. Kijk, je ziet de mooie dikte. Kijk uit, dit is nu wat keiheet. De roux. Nu moet je wel gelijk door. Als je nou afkoelt, dan wordt hij te dik en dan gaat er te veel roux op je brood. En dat is ook niet de bedoeling. Ik doe er geen kaas bij. Courbouchon komt er heel veel kaas op, dan wordt hij te kazig. Wat is nou een echte courbouchon? Een witte boterham. Grote, kleine, casinobrood. Die gaan we besmeren aan beide binnenzijdes met bechamel. Hij is goed te besmeren. Hij is wel erg warm, dus pas wel op. Ook alle hoekjes goed besmeren. Het is ook mooi als je een klein beetje expres eroverheen gaat. Want na afloop met het bakken krijg je heel mooi gratineerd bechamel saus. Aan de zijkanten van het brood. Niet te dik. Als de bechamelsaus dus te veel is afgekoeld, dan zul je merken dat je te veel bechamel gebruikt. Weer even een beetje verwarmen in je pannetje of in de oven. Net wat gemakkelijker is bij u. Goed besmeren. De binnenkant niet te dik, zoals hebben we afgesproken. Maar wel lekker. Bechamel moet je ook niet veel dunner maken. Als je nou te dun is, dan smelt hij ook te veel. Dan plakt het ook te weinig. Dan gebruiken we onze huisgemaakte achterham. We hebben het vetrandje eraf gesneden in dit geval. Niet te veel over het broodje heen komen. Kan die gaan verbranden aan de buitenkant. Dan gebruiken we de Beaufort kaas. Het is een hele krachtige, smakelijke kaas. Goede plakken, niet te dun. Die doen we op allebei broodjes. Eén plakje hamtensaus, één plakje Beaufort, alpage. Zodat alle randjes bedekt zijn. Dan krijg je de allermooiste courbouchon zoals ik een prijs heb geleerd. Bij een traiteur boucherie, charcuterie. Altijd hele plakken kaas. We gaan geen gemalen kaas in onze courbouchon doen. Raspkaas is toch iets anders. Ook lekker, maar dat is natuurlijk niet zoals ik het geleerd heb. Nu gaan we de plakken om elkaar leggen. Even goed drukken. Dan doen we de bovenkant nogmaals bedekken met saus. Ietsjes meer als de binnenkant. Pak de bechamel. Nou, even roeren. Ik heb hem wel even kort in de oven gedaan. Dat die warm blijft, dat je hem lekker kunt smeren, want anders zou je te veel bechamel erop smeren en dat is niet de bedoeling. Dus we smeren de bovenkant ietsjes net als meer als de binnenkant, ietsjes meer. Wel weer alle hoekjes. En eigenlijk met zo'n courbouchon kun je ook variëren. Vind je salami lekker?
ook goed, maar dan heet het geen Porte Monsieur meer. Dat moeten we wel met elkaar afspreken. Porte Monsieur, dit is de klassieker en dit noemen we alleen maar Porte Monsieur. Met Gruyère of Beaufort. Goede beenham van de slager uiteraard, niet uit de supermarkt. Daar komen we niet meer met snel voor vlees. We gaan naar een machtelijke slager. Die maken nog zijn beenham, maar vaak zelf. Met heel veel liefde, aandacht en kennis. We hebben nu de bechamel aan de bovenkant besmeerd. We gaan nu met kaas, gemalen kaas, niet te veel. Een klein beetje, alleen maar voor gratineren. We hebben al een hele goede kaassmaak in onze boterham met de Beaufort. Dus nu gaan we alleen maar voor de gratineer. Gaan we erop doen. Dus geen volle kaaskoek van maken. Als je zo'n Porte Monsieur gemaakt hebt, kun je ook heel goed op deze manier invriezen. Maar eerst af laten koelen. Of gewoon in de koelkast bewaren, maximaal 3 dagen. Kijken of overal iets zit. En daarna gaan we ze afbakken. De oven op 140 graden. Het is ook de bedoeling dat de onderkant een beetje droog wordt. Dus we leggen de Porte Monsieur's op een rooster, uit elkaar. Dan gaan we ze even afbakken. We beginnen met 135. Op 30 minuten. En dan gaan we even kijken hoe ver het is. Ze blijven mooi om elkaar. Ze gaan smelten, ze gaan gratineren. Ik zie al dat die gaar is. Dus ik zet de temperatuur even iets hoger. Ik doe even op 150. Ik doe wel even iets korter, want als ik hem vergeet of een bank of een zijn meer dan 13 minuten. Tussendoor hebben we even gekeken en hebben we ook de temperatuur omhoog gezet. De binnenkant is helemaal gaar, die is mooi gesmolten. Alleen de buitenkant was er niet helemaal mooi bruin. Dus dan zetten we even de temperatuur omhoog, dat een klein beetje de bovenkant bruin is. Als je hem nog bruiner wilt, nou ja, 2 minuten langer in de oven. Dus doe dat vooral ook op gezicht, op gevoel. Je kunt hem heel goed af laten koelen en volgende dag weer opwarmen. Alleen wat ik zeggen wil, duidelijk wil maken. Nu niet gelijk eten. Je moet hem even een paar minuten rusten. Even wachten, dan pas gaan we snijden en eten. Als je nu zou eten, hij zou keiheet zijn, te heet. Hij is nu een paar minuten gerust. We halen hem van de rooster. Uiteraard, dit gesmolten Beaufort bechamel, dat is lekker. Kijk, je ziet hoe mooi die kaas loopt. De bechamel is als het ware ingetrokken in je boterham. En je buitenkant, ja, dat is een hele mooie krokant sauslaag geworden met de kaas. Als je zo'n commissieur hebt, het is net of je in Parijs zit. Hier word je heel vrolijk van. Dat kun je heel goed als maaltijd gebruiken. Met gemengde salade erbij, met groenten. Onwijs lekker. We gaan even testen. Krokant, bechamel, Beaufort, beenham. De echte Porte Monsieur. Top! Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.